Dit is altijd een mooie wedstrijd. Sowieso is het bijzonder. Voor jou ook nog, Sander Fischer? Ja, tuurlijk. Absoluut. Rotterdamse derby. Leuk. Veel bekender voor mij. Ook leuk. Belangrijke wedstrijd voor ons. Waar we een resultaat voor moeten gaan halen. Dus dat is ook leuk. Is het nog een beetje gevoelig of niet meer? Was de eerste keer wat specialer, wat gevoeliger? Nee, nou ja, ik vind het altijd gewoon een leuke wedstrijd. Dus voor de rest is dat niet gevoeliger of minder gevoelig. Maar ik vind het een leuke wedstrijd. Leuke wedstrijd om te spelen. Leuk om mensen weer te zien. En voor de rest, qua puntjes is het gewoon een wedstrijd als alle andere. Maar die punten hebben we nodig natuurlijk. Leeft die hier anders dan daar? Nee, ik denk dat die allebei goed leeft eigenlijk. Toch wel een beetje in dezelfde regio's gevoetbald de afgelopen jaren. Of in ieder geval, of net in de Eredivisie of net in de Jupiler League. En dan weer promoveren en andersom. En daarin zijn Sparta en Excelsior best wel aan elkaar gewaagd geweest. Ik denk dat wel mooi is, de strijd. Hey, deze week kwam die Turkse jongen Güvenli, die kwam niet. Denk je dan als medeverdediger van, nou, dat is lekker, concurrentje minder? Eigenlijk niet. Je weet toch niet wat er gaat gebeuren. Dus daarin moet je, tenminste kan je wel gaan druk maken of over na gaan denken. Maar ja, dat heb je niet zelf in de hand. Het enige wat ik in de hand heb is dat je zelf je moet laten zien en moet spelen. En dat moet je doen. Ik heb voor de winterstop ook twee mindere wedstrijden, eigenlijk gewoon twee slechte wedstrijden gehad. Die heeft de trainer natuurlijk net gezien. Dus dan moet je wel even gaan laten zien. En dat is niet meer als terecht. Tegen Vitesse was geen minder wedstrijd. Jullie geven weinig weg. Ja, dat doelpunt, dat was wel iets te makkelijk. Misschien wel voor de rest weinig weggegeven. Ja, het doelpunt was erg zonde. Omdat we eigenlijk, voor mij, het was een lange bal. En we oriënteren ons volgens mij te veel naar de bal toe. Waardoor de lopende mensen eigenlijk vanaf het middenveld vrij kwamen. Maar ja, inderdaad, voor de rest eigenlijk vrij weinig weggegeven. En eigenlijk zelf meerdere grotere kansen gehad en gecreëerd. Ook niet heel veel toch, Sander? Nou ja, Robert en die bal op de lat. Die bal op de lat. Loris Bronjo, dat hij hem daarvoor nog schiet. Als hij meegeeft aan Muren, staat hij in de 16 1-1 op de keeper. Die steekbal van Thomas onze vriend Freddy Friday, die iets moe was toen. En Ilias, de eerste helft, dat hij naar binnen kwam, dat hij echt uit kon halen eigenlijk in de verre hoek. Dus nou ja, dat waren op zich, vond ik, wel een stuk grotere mogelijkheden als dat hun hebben gecreëerd. Goed, aan de andere kant, dan moet je ze wel gaan afdrukken. Ja, precies. Dan nu tegen Excelsior. Doen het verrassend goed, ook verrassend voor jou? Het is gewoon heel knap waar ze daar mee bezig zijn. En dat zijn ze al een aantal jaar. En dat doen ze heel goed en gestaag. En neem niet weg dat ze nu op dit moment wel een hoop punten hebben. Dat had jij ook niet verwacht, toch? Nee, dat denk ik niet. En dat hadden we enigszins zelf misschien ook niet verwacht dat ze er dan zo goed voor zouden staan. Uiteindelijk is dat fijn voor hun. Maar wij zijn met onszelf bezig. Wij hebben de punten nog nodig, dus wij gaan ervoor zorgen dat wij die tweede seizoenshelft zo'n puntenaantal gaan krijgen. Nu kom je net uit de lunch. Kan ik me voorstellen dat je nog niet direct de app van Rijnmond hebt gecheckt? Dat doe je normaal gesproken wel heel vaak en heel snel. Ja. Normaal altijd gelijk als ik in de auto ga zitten en ga rijden, dan check ik. Maar dan heb je kunnen lezen dat Ryan Kolwijk een twijfelgeval is. Nou, dat zou voor jullie wel lekker zijn. Oké, dat weet ik niet. Ja, fijn toch? Goede speler. Ryan, prima speler, ja. Dus prima. Aan de andere kant, maakt voor ons niet uit. Wij moeten met diezelfde passie en beleving gaan spelen en daarbij gaan voetballen. En we moeten vooral met onszelf bezig zijn, dat zijn we ook. Dus ik moet zeggen dat daar focust de trainer zich ook op. Nu zeg je passie en beleving tenslotte. Dat is niet in alle derbies hiervoor geweest. Toen zei jij ook nog bij Go Ahead Eagles. Maar dat is wel extra belangrijk. Kijk, het is altijd zo'n containerbegrip, passie en beleving. Maar je snapt wat ik bedoel, hè? Ja, goed. Kijk, aan de andere kant is dat ook iets waar de trainer nu op hamert. Dat is het eerste wat hij wil zien. Een bepaalde fighting spirit en een werklust. En van daaruit wil hij het dicht houden en gaan voetballen. Dat is gewoon iets waar hij op hamert. Omdat nu bepaalde teamafspraken en disciplines zijn. En ik moet zeggen, daar wordt wel op gehamerd. En ik denk dat de meeste jongens
ja, toch wel redelijk luisteren. Omdat ze anders bang zijn dat ze daarnaast mogen komen gaan zitten. Dus ik denk dat de trainer daar wel hard in is. Dus dat is denk ik alleen maar goed. Dankjewel. 12:30 zondag, klote tijd hè. 12:30, ja. Nou ja, je moet spelen, maar is het voor jou? Ik vind het zelf helemaal niks. Wat vind jij? S'ochtends pannenkoekjes. En dan als ontbijt. En dan gaan we lekker tegenaan. En dan, ik bedoel, gewoon spelen. Maakt niet uit.